In Blessum kunnen ze eindelijk los met de herinrichting van de Mariakerk. Al sinds 2019 spant een kleine club Blessemers zich daarvoor in. De binnenkant van de kerk willen ze namelijk veranderen in een huiskamer. Maar dan met behoud van de kerkelijke uitstraling. Met een onlangs verkregen subsidie van 50.000 euro vanuit het IEP en Mierskipsfonds kan er in november gestart worden met deze verbouwing. Ja, wij komen hier nog altijd bij me komen, maar het is wat behelpen. Nou, en mensen worden ik ouder en mensen bleef ik langer thuis wijen. Dus dan is de behoefte om hier ergens even een plekje waar je gezellig met me kan zitten, daar heb je wel behoefte aan. En je moet dit gebouw broeken blijven, want hoe minder dat je het gebouw broeken, hoe harder dat er van je afgaat. Dus, en bij Heijerhoort niks, dus het is ik niet dwarshoes. Dan ben ik gewoon, jongens, kunnen we dat meer met die kerken doen? Tuurlijk kunnen we wat meer met die kerken doen, maar dan moet je even op naaien aanpakken. Je moet hem even met de tijd maken. Een herinrichting dan maar. Voorwaarde was wel dat authentieke elementen in de kerk niet aangetast mogen worden. En omdat de kerk een monument is, mag er ook niets aan de buitenkant veranderen. De organisatie denkt dat ze met hun plannen daar nu in geslaagd zijn. Nou, het is gewoon eigenlijk de geruste verordening. Vlier omheen, bank naar de tafel en stoel onderin. Onklaaien, een beetje warm meidje, mobiele keuken. Totale kosten voor deze renovatie bedragen zo'n 250.000 euro. Geld dat bij elkaar gekregen is door fondsen, particulieren, gemeente Waardhoeken en eigenaar Stichting Orde Friske Kerken. De 50.000 euro vanuit het IEP en Mierskipsfonds van de provincie Friesland zorgt ervoor dat de begroting nu dan eindelijk rond is. Ja, we zijn al de kerk op deze manier aanpassen kennen. Dan wordt je sociale contact en je leefbaarheid in het dorp volle grutter, maar je kent niet die kerk volle meer. Het is nog een prachtig gebouw. Ik wist dat hij is van 1300, hij had hier een chance die in als kerk, maar ik leer in het dorpshuis, ondanks zijn beperkingen. Maar we zijn zo mooi wij zijn naar de toekomst daar, dat we het verliezen bewaren, dus het voorste stukje door de herenbank, mijn bank en de preekstoel bloot jongens kerken. Het middenstuk wordt dus huiskamer. Daar komen losse tafels, stoel onderin. En achterin ligt ik ben op je bank staan, maar daar hebben we natuurlijk onze orde, op een en oudste orgel van Friesland. Maar als je een hele mooie begeleiding eromheen, ja, dat mag je staan houden, dat mag je gewoon blijven liggen. Mariakerk 2.0 dus. De plannen zijn om half november te starten met de herinrichting. In februari volgend jaar moet dan alles klaar zijn.